Een heel goede avond. Wij sluiten het jaar 2004 af met een luchtige historie vol schoonheid. We vertellen de geschiedenis van Miss België. De jaarlijkse verkiezing is nu een grootse mediashow. Dat is pas nog eens gebleken in het casino van Oostende, waar Tatjana Silva tot België's mooiste uitgeroepen werd. De Miss is een vedette en de kroon kan een springplank zijn naar een carrière die langer duurt dan 1 jaar. Het is de commerciële televisie die het mispotentieel ontdekt heeft. Maar de nationale schoonheidswedstrijd bestaat al veel langer. De eerste Miss België werd al verkozen in 1929. Dat gebeurde op basis van een waardenschaal met aparte punten voor elk lichaamsdeel. Dat strenge systeem loonde. 2 jaar later werd een Belgische Miss Universe. En vanavond gaan we na hoe het ideale matendefilé uit de beginjaren zich langzaam ontwikkelde tot het evenement van nu. Cécile Muller, die de verkiezing al 35 jaar organiseert, getuigt. En ook ex-missen vertellen over wat hun titel betekend heeft. Zo horen we over bizarre prijzen, over dolle mina-infiltrantes en over het belang van bijdentijdse podiumkledij. We schetsen de historie van een nationaal instituut. Miss Belgique, Miss België. Cécile Muller, Miss Belgique 2005, en direct sur RTL et VTM, s'appelle Tatjana. Tatjana Silva vient d'être élue Miss Belgique 2005. Tatjana Silva zal 1 jaar het kroontje van Miss België dragen. Meer dan 60 schoonheden zijn haar voorgegaan. Dit is hun verhaal. Elle est parfaitement métissée, elle parle 5 langues. Elle vient d'être élue Miss Belgique. Sous vos applaudissements. Miss België 2005 is de Miss Brussel geworden. De schoonheidskoninginnen van de 20e eeuw komen uit een republiek en ze moeten werken voor de kost. Deze beelden zijn gemaakt in 1905. Wedstrijden met vrouwen in strandkledij moesten toen al helpen om reclame te maken voor Amerikaanse badsteden. Aan onze kant van de Atlantische Oceaan dragen dames en heren nog veel meer kleren in de buurt van de kust. Het strand is nog het domein van de betere burgerij. Bij deze stijl hoort geen kermis. De Yanks veranderen alles. Ze komen in 1917 naar Europa om een einde te maken aan de Grote Oorlog. En als ze daarmee klaar zijn, tonen ze de Europeanen een nieuwe levensstijl. De tijd van de grote deftigheid is voor altijd voorbij. De Belgische kust heeft geen moeite met een nieuwe stijl. De badpakken krimpen er ziender ogen en 1 jaar na de wapenstilstand kiezen de badsteden, naar Amerikaans voorbeeld, de mooiste vrouw van het seizoen, Miss Littoral. Nog iemand die de nieuwe tijd verwelkomt is Maurice de Waleffe, een Belg die in Parijs voor de grote boulevardbladen schrijft. De Waleffe is een vrouwenzot die daar een broodwinning van gemaakt heeft. Maurice gaat op zoek naar de mooiste vrouw van Frankrijk. Hij nodigt zijn lezeressen uit om hem foto's te sturen. Een strenge jury van kunstenaars en geleerden maakt daaruit een selectie. Maar het Franse volk krijgt het laatste woord. In de cinema's toont de Waleffe korte filmpjes van zijn finalistes. De kijkers stemmen. Hun entreekaartje geldt als stembiljet. Zij bepalen wie la plus belle femme de France wordt. In 1921 doet de Waleffe de operatie nog eens over in België, in samenwerking met de krant La Dernière Heure. Een van zijn juryleden dat jaar is niemand minder dan de kunstschilder Ferdinand Knopf. De Waleffe heeft de wedstrijdformule van de Amerikanen gepikt, maar zijn eerste concours baden nog in een oudere Europese sfeer van vrouwenaanbidding. En de winnares krijgt nog geen Engelse titel. Maurice de Waleffe is geen kleine eter.
Rien du tout, souris, on importe. Ne chagrineriez pas trop fort. Hij rust niet voor hij vrouwen van alle continenten heeft kunnen keuren en vergelijken. Silencio. Le silence alors, qu'on fasse du silence. Silence! Hij werkt samen met Amerikanen die zijn passie delen en die het groots zien. Ze zijn op zoek naar Miss Universe. Miss Argentina. Het stoort de Walef dat de Miss Universe-verkiezing gedomineerd wordt door Amerikaanse vrouwen. Zijn antwoord daarop is de uitvinding van Miss Europe, die voor het eerst verkozen wordt in 1928. België heeft niet meegedaan aan de Miss Europe-verkiezing. De verklaring is eenvoudig. Er is helemaal geen Miss België. De uitgevers van het brave Antwerpse pin-upblad Piccolo vinden dat een schande die ze persoonlijk willen uitwissen. Piccolo en de uitgeverij Patria nemen het recht in eigen hand en organiseren zelf de allereerste Miss België-wedstrijd. Ze passen de methode de Walef een beetje aan. De lezeressen sturen foto's, de overige lezers maken een selectie. En op een gala-avond pikt een vakjury daar Miss België uit. Bij de eerste kenners van het Nationale Schoon, cineast Gaston Schoukens en kunstschilder Tijdgat. Met de steun van een wetenschappelijke handleiding. Netta du Château, een meisje uit Namen, wordt Miss België in 1931. Netta is de dochter van een ingenieur en ze is goed thuis in mondaine kringen. Maurice de Walef vindt haar een geschikte kandidate voor Miss Universe en neemt haar mee naar Amerika. Du Château slaagt in een exploit dat geen enkele Belgische vrouw haar zal nadoen. Ze wordt inderdaad verkozen als Miss Universe. Ik herinner mij dat de foto van Netta du Château in alle mogelijke kranten, in alle mogelijke tijdschriften verschenen is en op het eerste blad en zelfs ook in het buitenland. Trouwens, de titel van Miss Universe, dat was en is nu nog steeds niet niks. Dat is een zeer belangrijke titel. Bien, mademoiselle Amerika. Comment êtes-vous? Comment trouvez-vous le voyage? Everything has been fine, and I hope everything will be as nice from now on as it is now. Well, I hope so. The trip has been fine, the boat is fine, and you're fine, and everything is just grand. Miss Universe wordt in de jaren 30 nog verkozen in het land van de titelhoudster. Dankzij Netta du Château is dat in 1932 België. Een buitenkans voor Oostende, waar de kandidaten per schip worden aangevoerd onder de onvermoeibare leiding van Maurice de Walef. Ah, ben je là. Bonjour, mademoiselle. Al pisar el suelo belga, me siento profundamente emocionada por las bellezas que ese territorio encierra. La pequeñez de este contrasta con la grandeza de su cultura y de su historia. De verkiezing zelf heeft plaats in het casino van Spa. From Miss Universe 1932, Miss Turquie. De Europese verkiezingen hebben nog altijd een mondaine glans. Maar schoonheid en commercie beginnen in mekaars armen te vallen.
Het succes van Netta Duchâteau geeft de Piccolo-verkiezingen nog meer elan. De grote economische crisis schijnt aan het blad voorbij te gaan. Uitgever Patria weet ook goed hoe belangrijk camera's zijn. Je suis belge, née à Bruxelles, j'ai 18 ans et beaucoup d'illusions. J'en profite pour remercier les organisateurs du concours, tous mes amis connus et inconnus, et aussi l'amabilité de Pathé Journal. Encore une fois, merci. Amerikaanse misverkiezingen zijn toch altijd nog een tikkeltje anders. Meer van de straat en meer van het strand. Meer kermis dan hoogmis. In 1935 is België even het centrum van de wereld dankzij de grote expo op de Heizel. Het land heeft in die dagen ook gewoon een schoonheid als koningin. Toch wordt 1935 een rampjaar. Piccolo kondigt naar jaarlijkse traditie zijn misverkiezing aan, maar ze gaat uiteindelijk niet door. Eind augustus sterft koningin Astrid in een auto-ongeluk. Alle feesten worden opgeschort. De Miss Universe-verkiezing gaat wel door op de Heizel met een maand vertraging. Les beautés du monde entier sont réunies dans la salle des fêtes de l'exposition internationale de Bruxelles. Voici Miss Russie, Tchécoslovaquie, Amérique, Laos, Mexique, Miss Égypte, Charlotte Wasset, a été élue Miss Univers. Bij Piccolo is de veer gebroken. Het blad laat de verkiezing schieten. In de late jaren 30 verliest Miss België haar glans. Elke stad en zelfs veel dorpen hebben een Miss. Miss Dikke Mee en Miss Hofstade zijn minstens even belangrijk als Miss België. Even later gaan de lichten uit in heel Europa. Het wordt oorlog. En de Duitse bezetter doet niet aan misverkiezingen. Terwijl de Europese missen voor onbepaalde tijd buiten strijd zijn, draaien die van Amerika overuren. De Amerikaanse legerleiding is niet vies van dit oude propagandawapen. In oorlogstijd schudt Miss Amerika haar kermisreputatie af. Ze wordt een grote patriot. Wanneer Brussel bevrijd wordt, is het alsof een leger van kandidaatmissen op de tanks en jeeps springt. Sommigen brengen het in ieder geval tot misses. De Belgische schoonheidscompetitie komt in de jaren 50 weer traag op gang. Haar wedstrijdterrein is zoals vanouds de kust. De rol van het oude Piccolo is overgenomen door het tijdschrift The Weekend. De man achter Weekend en achter de nieuwe misverkiezingen is een schimmige Brusselse journalist, public relations man en vrouwenliefhebber Jean-Jacques Fortis. Je l'appelle énigmatique parce que je ne connaissais rien. On connaissait pas. On voyait ce monsieur. C'était un petit monsieur tout mince, tout petit, extrêmement nerveux. Avec un gros cigare. Et quand on nous a présenté, on a dit, monsieur Fortis, c'est votre directeur. Moi, je croyais voir, je vais dire comme maintenant, je vais pas dire Richard Gere, mais je croyais voir quelqu'un de plus représentatif pour être avec nous. Mais d'une gentillesse, c'était notre papa. Si on avait un bas qui filait, on n'avait pas quelqu'un pour nous en amener. On allait trouver Monsieur Fortis. Monsieur Fortis, voilà, il me refaudrait une paire de bas. Okay. On avait faim, on avait soif. Monsieur Fortis était là. Het is in de ambassadeurszaal van de Kurszaal te Oostende dat de verkiezing van Miss België heeft plaatsgevonden. Na een défilé en avondtoilet traden de 13 mededingsters op in een traditionele bikini. Na lange beraadslaging van de jury werd de 18-jarige Nelly de Hem uit Brussel tot Miss België 1954 verkozen.
Fortis bevolkt zijn jury's naar aloude traditie met kunstenaars en journalisten. Allemaal Franstaligen op één man na. Het zou wel kunnen dat ik de enige Vlaming was, ja. Want hier in de verkiezing van Miss België, in mijn tijd bedoel ik, heb ik daar Félix Labiste in die jury geweten zitten. Marcel Achard was een Frans zeer bekend toneelschrijver. Er zijn nog andere bekende schilders bij geweest en ook schrijvers. Maar inderdaad, meestal van Franstalige kant, ja. Si ces messieurs ont l'air soucieux, cela se comprend. Il n'y avait pas moins de 180 candidats. Ce qui prouve que la Belgique possède aussi une armée de la beauté. Peut-être pour départager les avis de ces messieurs, fallait-il une dame dans le jury. We gingen s'avonds aan de tafel zitten waar die meisjes moesten defileren. En daarbij bleef het. Hè. Ze defileerden 5 keren, 10 keren. En zo kwamen we uiteindelijk tot de verkiezing van 1 meisje. Maar meer was dat niet. Hè. Toujours est-il que cette fois-ci, c'est une Bruxelloise, mademoiselle Danielle Defrère, 20 ans, qui a été élue Miss Belgique 1964. Mes concurrents directs à Miss Belgique, on venait de toutes les parties du pays, aussi bien de Flandre que de Wallonie, que du Luxembourg, on était représentatifs. Il n'y avait pas un quota autant de concurrentes francophones, autant de concurrentes flamandes. Bonsoir. Eh bien, voilà. 38 demoiselles se sont présentées avec l'espoir de devenir Miss Belgique. On en a sélectionné 17 et ce soir, elles affrontent le jury et le public. Cet après-midi, on répétait, on s'énervait un peu et nous posions des questions. Qui écrit La Flûte Enchantée, Beethoven ou Debussy? Is het wel Rubens die de Chapelle Sixtine heeft gedecoreerd? Ja, dat weet ik niet. Je weet pas. Allons, pile ou face. Qui écrit Le Sacre du Printemps? Je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Pile ou face. Debussy? Il y avait quand même pas mal de filles qui avaient la profession de mannequin, mais qui débutaient réellement dans la profession de mannequin. Il y avait des secrétaires, c'était représentatif. Over het algemeen waren dat toch meisjes van lage komaf, zal ik maar zeggen. Een lerares bijvoorbeeld zou er niet op afgekomen zijn. Laat staan een meisje die wetenschappelijke studies gedaan had of zo. Alors c'est fini maintenant, vous êtes Miss Belgique 1963. Comment vous appelez-vous? Donnez-moi un peu votre fiche d'identité. Oui, je m'appelle Godin Irène, j'ai 19 ans, j'habite à Angers, province de Liège. Quand ils m'ont transformée en poupée, je vais dire en Brigitte Bardot belge, je me dis, mon Dieu, Irène, est-ce bien toi? J'avais pris 10 ans sur un coup, mais en ayant cette image-là, mais je n'étais plus moi-même. Je disais, là, je représente quelque chose. Je ne suis plus l'Irène Godin d'Angers. Je suis Irène Godin pour la Belgique. Qu'est-ce que vous espérez? Comme toutes les jeunes filles, faire un jour, pas peut-être du cinéma, mais de la publicité. Où? Moi, j'aime l'Amérique. Pourquoi? Vous y êtes allée déjà? Non, jamais. C'est pour cela que je voudrais aller en Amérique. Alle Belgische missen gaan voortaan naar Amerika. Ze moeten wel. Het staat in hun contract. Hun titel maakt hen automatisch kandidaten voor Miss Universe. De televisie heeft van die verkiezing een gigantisch bedrijf gemaakt. Dat draait op een vreemde mix van uitzendrechten, reclame, brave erotiek, straffe kostschooldiscipline en een beetje nationalisme. Nous étions en costume national. Qui était, comme on n'a pas vraiment de costume national, et que c'était un peu trop lourd de me déguiser en Gilles de Binche, que tout le monde connaît, j'avais un costume qui était fait en dentelle de Bruges.
Donc, vous atterrissez à New York, dans un grand hôtel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seule, c'est chaque fille de tous les pays du monde entier qui ne sont pas majeures. Donc, vous vous rendez compte ce que ça peut provoquer s'il y a la moindre histoire, puisqu'ils sont responsables. Daar wordt er jacht gemaakt op die meisjes, zal ik maar zeggen. Hè, door allerlei mensen die die meisjes trachten in hun netten te lokken. Zo kan het wel genoemd worden. Maar er zijn altijd chaperonnes ook bij de verkiezingen. Cette dame qui loge dans votre chambre, elle a tellement peur de la presse ou d'un enlèvement ou de n'importe quoi. Si vous devez descendre dans le hall pour aller vous chercher un timbre, elle vous accompagne, elle vous suit tout le temps. Quand vous avez envie d'aller faire une course à New York dans un grand magasin où vous promenez, vous êtes accompagné par une voiture officielle avec deux motards de la police devant et deux motards de la police derrière, toutes sereines hurlantes. C'est assez... Non, mais c'est... Vous rendez compte, on avait 18, 20 ans, c'est... Vous êtes comme un président, quoi. C'est... À la limite, il faut connaître ce genre de choses. Miss België hoeft zich in de jaren 60 al geen zorgen meer te maken over haar reiskosten, maar over ongeveer alle overige problemen toch nog wel even. Petite fille de la campagne, je n'aurais jamais su me payer un voyage pour aller au Liban. Surtout pas aux États-Unis, j'y suis allée quand même moi, en Angleterre, voyager dans toute la Belgique, dans presque toute l'Europe. Je vais dire, là, au fret, la princesse. Mais monnayement, je n'avais rien. J'avais de belles photos, on m'envoyait les photos, on m'envoyait tout, mais c'était moi qui me faisais mes robes, où j'essayais d'avoir des boutiques pour lesquelles j'allais défiler et qui me faisaient un prix, je vais dire, pour avoir mes robes ou quelque chose. On n'avait rien comme apport. Si à l'innovation, j'avais droit à un bagage pour partir. Donc tenez-vous bien, pour un an. Donc j'avais un maillot de bain, j'avais une robe de soirée pour aller dans toutes les fêtes qu'on me faisait aller et j'avais un petit tailleur. Pour un an, c'est un peu, hein. Et quand on partait, on avait 5000 francs, que pour moi c'était déjà beaucoup. C'était notre argent de poche parce que tout était tout payé. Miss België 1964 maakt een oude droom waar. Danielle de Frère krijgt een rolletje in een speelfilm, The Brides of Fu Manchu. These girls will be your companions. At first they too were unwilling. But now they live only to serve me. Je me trouve sur la première colonne. Je m'avance avec ma rampe rouge. Nous sommes soumises, hein. Nous sommes supposés être drogués. Et Dieu sait quoi encore. Ah oui, et c'est là où on va la mettre dans la fosse aux serpents. Ça, je me souviens bien. Mais les serpents, je ne les ai pas vus, hein. C'était pas vraiment pour moi. Vous savez, faire du cinéma, c'est des heures, quand vous n'êtes pas une vedette, c'est des heures et des heures sur un plateau pour vous faire filmer pendant deux secondes. Vous avez froid, vous avez chaud, vous attendez. Et pour moi, c'était un peu lent, si vous voulez. Ça n'était pas dans mes cordes. Et je dois avouer aussi que vous avez, en tant que femme, quelques pressions de certains producteurs. Miss België steekt haar neus aan het venster van de wereld. Maar in Vlaanderen kan ze meestal alleen op melige meewarigheid rekenen. En dit is de mis. De burgemeester kroont haar zorgvuldig. Mais monsieur le bourgmestre, c'est contreverkeerd. Meneer de burgemeester, u bent altijd in de buurt als er een mis verkozen wordt. Voilà. Waarom komt u van provincia te zeggen? Ja, alleen. Ja. Te kijken. Non, monsieur le bourgmestre, ça c'est contreverkeerd aussi. In 1967 staat Miss België op het punt om van eigenaar te veranderen. Maar ze weet het nog niet. En 67, j'avais fait la connaissance de délégués d'autres pays. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pouvait
vraiment aider la femme. Et les Américains ont dit, mais madame, c'est une femme comme vous qui devriez s'occuper de ça, c'est pas possible. J'ai dit, non, 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 non. Depuis que j'ai eu l'âge de 16 ans, même avant, j'ai reçu toujours des lettres pour que je participe à des concours de beauté. Je me suis dit, comment peut-on être sotte à ce point-là? Voilà, donc je peux dire que vraiment j'ai été réticente. Et les Américains ont dit, mais venez avec nous en Amérique. Ils m'ont emmenée en Amérique. J'ai vu vraiment ce que c'était, la façon dont c'était organisé et la promotion incroyable qu'on pouvait faire pour son pays. Du moment qu'il y a une compétition mondiale, j'estime qu'on doit envoyer le meilleur qu'on a de son pays pour bien le représenter. Et c'est vrai que représenter son pays par sa jeunesse, la beauté et la culture, c'est formidable. J'ai encore mis 2 ans pour réfléchir et j'ai commencé en 69. 69, l'année érotique, is het geboortejaar van de nieuwe Miss België. Jean-Jacques Fortis verkoopt het beschermde organisatierecht aan het Public Relations Bureau van Cécile Muller. De eerste Miss Nieuwe Stijl komt eraan. Met die nieuwigheid blijkt het nogal mee te vallen. On demandait des mannequins 16 à 24 ans écrire nos bureaux, toute taille, bon. Et de ce fait, j'ai reçu les convocations pour nous présenter au concours de Miss Belgique. C'est pas pour gagner, pour être Miss Belgique que j'ai fait le concours, c'était un petit peu pour déjà fouiller un peu les parents qui étaient très 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 sévères. Et voilà, je l'ai fait un peu comme ça, par défi. De mooiste meisjes van België stonden te Brussel voor de jury die aan één onder hen de nationale schoonheidstitel moest toekennen. De wedstrijd zelf is al 50 jaar oud, maar de kandidaten beschikken nog over hun bloeiende jeugd. C'était génial. Franchement, il y avait d'amour. Je me souviens, il y avait les policiers qui tenaient la foule tellement ils étaient contents de l'élection. C'était vraiment une belle élection pour le début d'une reprise du titre de Miss Belgique par Cécile Muller. Uiteindelijk nog 5 finalisten. 4 uit Brussel, 1 uit Charleroi. Maud Alain, 18 jaar, 1,70 meter, maten 92, 60, 92. C'était pas pareil que maintenant, évidemment. Mais on demandait des mensurations parfaites. Fallait pas être trop petite non plus. Avant tout, le concours de Miss Belgique, c'est un concours de beauté. Bij de Vlaamse televisie zijn ze niet onder de indruk van de vernieuwing. Onder goed en afkeurend gemompel van een blozende jury werden vorige maand 80 kandidaten gewikt en gewogen en heel dikwijls te licht of te zwaar bevonden. 80 visioenen van verre reizen, dure juwelen, snelle wagens en schitterende japonnen. 60 ervan gedwarsboomd door de uitgebreide jury die voor onze camera wel eens in het Nederlands wilde delibereren. Ja, dan kunnen we beslissen, onmiddellijk. Over een paar die zijn gekwalificeerd. Inderdaad. Op die 21 heb ik er 12 werkelijk heel goed gevonden. Le concours ne manquait pas de qualité. C'était les jeunes filles qui se présentaient n'étaient pas toujours de qualité. Parce que tout le monde n'osait pas se présenter à un concours de beauté. Il fallait aider les jeunes filles qui avaient la chance d'être physiquement bien. Qui avait de la personnalité, qui avait envie de faire quelque chose, de ne pas avoir peur, de se compromettre, parce qu'à l'époque, on aurait pu dire, c'était presque se compromettre, de faire un concours de beauté. Il faut essayer d'attirer des jeunes filles d'un autre niveau. Et à l'époque, il faut vous reporter à l'époque, les voyages n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Je me suis dit, il y a un moyen, quand il y a 20 filles, il n'y en a jamais qu'une qui gagne et qui fera des voyages. Je vais essayer des 20 candidates de faire un voyage pour les 20 candidates. Allez, zo heb ik het toch opgenomen, zo van we doen er eens aan mee, we krijgen een reis, 2 weken we zijn weg en nadien zien we wel. Hè. Dus, want ik was nog, allez, ik studeerde nog. Hè. Miss België, die de groep vergezelde, aarzelde geen ogenblik om zich met de lokale kledij te tooien en op de tonen van enkele trommels even onder de alles verzengende zon van de Sahara te dansen. Deze zon was trouwens het mooiste geschenk dat onze meisjes in Tunesië kregen.
Er werd dan ook met de nodige voorzichtigheid gebruind, ten einde een tint te krijgen om de natuurlijke charmes nog beter tot uiting te laten komen. Immédiatement, j'ai eu vraiment des jeunes filles, j'ai eu jusqu'à des 2, 3, 400 jeunes filles qui se présentaient. Incroyable! Welke taal spreekt u buiten het Nederlands en Frans? Engels, Duits en Grieks een beetje. Tous les derniers films qu'on passe, tout ce qui se présente. Buiten dat doet u niks anders dan zombie. Les critères de jugement sont surtout d'abord nous parlons avec chaque fille individuellement pour un petit peu voir ce qu'elle pense. Il n'y a pas de question, ce n'est pas du tout un concours intellectuel, bien sûr. Elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont toutes envie qu'il leur arrive quelque chose, de sortir de la monotomie de leur existence. Je suis étudiante. Je suis architecte. Je suis perforatrice. Je suis étudiante aux Beaux-Arts. Je suis laborantine. Je suis mannequin et artiste. Étudiante en psychologie. C'était principalement les francophones qui s'inscrivaient. Et ce qui n'était pas normal. Quand moi je l'ai repris, je n'ai plus voulu que ce soit comme ça. Alors que je suis pourtant francophone. Ce n'est pas possible. C'est la tête, nous sommes... L'union fait la force. On a bien choisi notre devis. De jury. Jury, 1, 2, 3, 4, 5. Applaus. De oplossing voor het taalprobleem heeft een naam. Jan Thijs. De kandidaten, opgelet, hier komen ze, de 16 kandidaten. Vous êtes seul, voilà. Miss België wordt voortaan ernstig genomen. De eerste mol gaat aan het werk. Dus er hadden zich een paar dolomina's laten inschrijven en één is doorgedrongen tot de 20 finalisten. En op het moment dat we dus onszelf moesten presenteren op het podium, met Jan Thijs nog in de tijd, kwamen er achteruit de zaal, dus een heel deel dolomina's eigenlijk, met pamfletten en zo. J'étais sidérée, hein, parce que tout à coup, elle a fait ça sur le podium. Hein. Elle a jeté son numéro, et puis il y avait dans la salle des personnes, des féministes, le club des féministes qui était dans la salle, qui ont hurlé. Puis c'était tellement... Vous savez, c'était presque une émeute dans la salle. Alors, pour vous dire ce que j'ai pensé à ce moment-là, j'ai surtout pensé, on se demandait... On a continué l'élection quand même et les caméramans n'ont plus su filmer. Il n'y avait pas un photographe, il n'y avait plus de pellicule, il n'y avait plus rien. Puis-je prier les spectateurs de reprendre leur place après cet intermède gratuit? Elles m'ont fait une publicité extraordinaire. Toen de laatste rimpels van de contestatie waren uitgedeind, verschenen de kandidaten mis nog eens in vol ornaat om nadien de gewaden af te leggen. Ik was 17 en ik wist nog niet veel over het leven. Ik kwam van de nonnenschool, dus daar had ik ook niet veel geleerd. En dan ineens mijn naam, dus dat was echt zo van, oh, dat is zoiets waar je niet in groeit, dat valt op u van de ene dag op de andere. En zanderendags moest ik dan al voor General Motors naar Francorchamps. De belangrijkste sponsor van Miss België is niet langer een Italiaanse aperitieve brouwer, maar een machtig automerk. Het merk zal nog wel eens veranderen, maar Miss België en haar auto zijn voortaan een twee-eenheid. Miss België is altijd al een draagster van reclame- en public relations boodschappen geweest. Maar rond deze tijd wordt dat een voltijdse baan. Ik denk dat de mensen dat onderschatten, zo van, oh manneke, Miss België. Maar die zegt, het zijn lange uren, lange dagen. Het is toch wel hard werken. Eerst Miss België, die zit al een hele tijd te wachten. Haha! Daar komt zij. Nou, en dan geven we u nu even de gelegenheid om uw familie, vrienden en kennissen gedag te zeggen. Met
De auto van de winnares is een sleutelstuk geworden in de wedstrijd en het belangrijkste lokaas voor nieuwe kandidaten. Maar uitgerekend met de auto loopt het mis in het jaar 4 van het tijdperk Mulair. De oliecrisis slaat toe. De Antwerpse Chris de Vis verovert het begeerde kroontje in dat rampjaar 1973. Maar Cécile Mulair heeft slecht nieuws voor haar. Cécile kon niemand vinden voor een auto te geven. Niemand wil op dat moment sponsoren. Er was dus geen één autofirma die dat dus eigenlijk een auto wou geven. C'était la crise terrible du pétrole. C'était très très grave. Et c'était vraiment pas le moment d'offrir une voiture. Non, c'était pas un cadeau ça. Alors je me suis dit, il faut quand même un moyen de déplacement. On va voir quand même quelque chose. Et je me suis dit, ben voilà, prenons la moto. Dat brommertje, dat was echt een mobiletje. Ik zag me daar ergens niet naar de receptie op aankomen of zo. Dus ik heb er eigenlijk nooit mee gereden. Buiten de reizen denk ik net dat ver alles was dat ik gewonnen heb. Er werd wel nog gezegd dat ik een garderobe ging krijgen en mijn gewicht in parfum. Maar dat heb ik toch nooit gezien. De geschiedenis treitert Miss België nog wat meer. Ook in 1973 moet ze naar Griekenland. Op dat ogenblik een brutale dictatuur. In het theater van Herodes Atticus, aan de voet van de Acropolis, wordt een ander soort van stemming gehouden om uit 64 jonge dames Miss Universe 1973 te kiezen. In feite wordt er 2 uur lang publiciteit gemaakt voor Griekenland en dus voor het Griekse regime. De kolonels hebben er nu meer dan ooit behoefte aan om de internationale opinie voor te houden dat de toestand in hun land volkomen normaal is. Miss België denkt er nog niet aan om haar kat te sturen. In die tijd was dat ondenkbaar. Je moest luisteren en dat stond je contract in. Ze konden nu van alles doen. Ze maakten nu ook bang dat je dat moest doen. Dus eigenlijk had ik op dat niet zoveel te zeggen. Oui, ça l'année des colonels, je m'en souviens, mon dieu. Oui, oui, oui. Oh, c'était terrible. Mais écoutez, la compétition se fait là ou bien. Ou bien la Belgique n'est pas dedans, ça n'est pas possible non plus. Hein? Ik denk dat het eigenlijk is omdat het financiële, the show must go on. En er is geld ingestoken en dat moet verder gaan. En wat dat ook is op dat moment, ik denk dat telt eigenlijk niet. Na het rampjaar boekt het systeem Mulair zijn eerste grote succes. In 1974 gaat de titel naar Annemarie Sikorski. Zij is de eerste miss die op haar titel een carrière in de media kan bouwen. Als Anoushka zal ze vele jaren voor RTL werken. Cette élection, ça m'a aidé aussi. Je veux dire, à travers l'élection, je rencontre des gens qui m'ont montré la radio en Belgique, la télévision en Belgique. J'y étais intéressée. Bon, donc c'est une suite de choses, d'événements. Ceci dit, j'étais quand même fort attirée par les médias et je suis persuadée que j'y serais quand même arrivée. Zulke sprookjes zijn niet mogelijk in Vlaanderen. Daar bestaat alleen openbare televisie en die houdt nog altijd niet van Miss België. De toon is intussen van melig doorgeschoten naar azijnzuur. Maar dat maakt weinig verschil. Voorzitter, een enig werkend lid van het comité, Cécile Mulair, die zich daar om onduidelijke redenen elk jaar weer gepassioneerd voor inzet. Ze wordt gedirigeerd door een publiciteitsagentschap in Parijs dat voor de Europese misverkiezingen zorgt en zelf instructies krijgt uit Amerika. De belangrijkste sponsor dit jaar is een automerk. Daarom moet er een foto van. Niet alle medewerkers van de BRT zijn de volksverheffing toegedaan. Of toch geen 24 uur per dag. Een goede avond, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom hier in het casino van Chauxfontaine. Voor de allereerste keer zult u via de televisie rechtstreeks de verkiezing kunnen bijwonen van Miss België. Misverkiezingen en televisie zijn voor elkaar gemaakt. Maar hun eerste ontmoeting op Belgische bodem levert een gebeurtenis op die bekend zal blijven als de ramp van Chauxfontaine. Dame gekozen van Miss Europe. En dat is al een bewijs dat zo'n Miss België tegenwoordig wat meer moet kunnen. Zelfs presenteren. Meer dan 2 uur lang ondergaan de kijkers in beide landsdelen een revue waarvan de regie uit de vroege jaren 50 lijkt te stammen. Ze blijven nog even anoniem, want nu fungeren ze dus als modellen. De enige echte overwinnaar die avond is de commentator, die na deze marathon geharnast kan beginnen aan een lange carrière in het oog van alle soorten ondraaglijke lichtheid.
Daar komt een stukje van de wagen op het podium. Dames en heren, ik neem afscheid van u. Ik hoop dat u het een beetje prettig vond. Het was een organisatie van RTBF Luik die wij hebben overgenomen. Ik wens u een zeer goede avond en een prettige zondag nog. Tot kijk. Mijn naam is Brigitte. Ik ben 24 jaar. Het duurt een tijdje eer er aan de Reijerslaan weer over Miss België gesproken mag worden. 4 jaar om precies te zijn. Maar wanneer Brigitte Muishond wint in 1984, wordt ze meteen gebeld door de BRT. Het was denk ik zo wel geregeld dat het jaar 84, het meisje dat daar Miss België verkozen werd, dat die automatisch zou deelnemen aan een programma met Mike aan Zee. Dames en heren, Miss België 84, Brigitte Muishond. Het vingertje is er nog altijd, maar een interview met een miss is een gebeurtenis op zich. Of wordt dit gewoon een publiek sollicitatiegesprek? Heb jij nu bepaalde verplichtingen tegenover mevrouw Muller? Ja, ik heb een contract ondertekend en dat zal ik dan... Wat staat in dat contract? In? Onder andere 25 gratis presentaties en de rest... Dat die jij moet doen? Die ik moet doen. Ik ga het even noteren hoor. 25 gratis presentaties, ja? Plus fotowerk voor de sponsors, de Pelsmantel firma. Maar Brigitte, kijk nou eens. Bondmantel, wat zou die waarde zijn van die bondmantel? Naar het schijnt rond de 180.000 frank. 180.000? Ja. He, dat is verkoopprijs dat ze er altijd op plakken. Ja, hè? Ja. Stel nou inkoopprijs, ik wil zeker niet tussen de heren bondhandelaars hun rekening gaan maken. Maar stel het een mantel is van 100.000 frank zo, hè? Mm-hmm. Jij gaat 25 presentaties gratis doen. Dus die bondmantel is al lang dik betaald natuurlijk. Ja, maar toch, je hebt er, een jaar ervaring mee opgedaan. Ja. Je hebt mensen leren kennen. Het is iets dat je maar één keer in je leven kunt doen. Tegen het einde van het jaar is het vingertje weg. Miss België hoort er gewoon bij. Dames en heren mogen meedansen natuurlijk. Hè. Ik zal het ijs wel breken. Het is een programma dat IJsbreker heet. Toch hebben we haar na het feestje niet meer gezien. Ik voelde direct aan dat mij niet zo echt lag. Een camera is ook wel iets moeilijk om mee om te gaan. Dus het is zoiets iets groot dat voor je staat en het zegt niks terug. Dus nee, echt jammer vond ik het niet. De openbare televisie gaat pas in 1986 echt overstag. Miss België heet dat jaar Goedele Liekens. Haar wapens, een accent van Kempische baksteen in beide landstalen en vooral een studentenkaart van de VUB. Notre invité, Miss Belgique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. En effet, elle a 23 ans. Elle s'appelle Gudule, en français du moins, car c'est ainsi qu'on peut traduire le prénom néerlandais Gudule, c'est bien ça. Il y a quand même une question qu'on peut poser à une étudiante universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est très occupé et qui a un emploi du temps très chargé. Comment vous est venue cette idée de concourir, d'être candidate pour ce titre de Miss Belgique? Oui, ça c'est une question très difficile parce que je ne sais pas. C'était ma sœur qui m'a inscrit. Sans vous demander. De spijbelende studente zet echt een nieuwe toon. Ze kent niet alleen de namen van de belangrijkste lingeriemerken, maar ook die van alle Belgische gevangenissen. De studenten, zo echt lamzakken. Hè? Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar echt lamzakken. Politiek engagement of zo, dat is er gewoon niet meer. Mei 68 zal er meer gebeuren. Hè? Misschien een mooie taak voor Miss België. Nee. 2 jaar later kan het helemaal niet meer op. De laureate blijkt een studente burgerlijk ingenieur te zijn. Paula Semer mobiliseert meteen een cameraploeg om met het fenomeen te gaan praten. En hoe komt nu een studente zoals jij ertoe mee te dringen naar de titel van Miss België? Uit nieuwsgierigheid. Feministes zijn tegen schoonheidswedstrijden. Wat vind je daarvan? Ik denk dat heel veel feministen daartegen zijn omdat ze eigenlijk niet goed weten waarover ze praten. Ik denk dat als je een feministe aan een verkiezing van Miss België zou mee laten doen, dat die dan tegen het einde van die verkiezing toch ergens van gedachten zou veranderd zijn, omdat je hier in België op geen enkel ogenblik kan zeggen dat je gediscrimineerd wordt of dat je ergens in een positie geplaatst wordt waar dat je zegt van nu sta ik mij hier eigenlijk als een stuk vlees te laten keuren.
Het Rijk der Vlaamse Missen begint definitief met de komst van de Vlaamse commerciële televisie. Mike heeft nu alle sollicitantes gesproken en mis na mis komt op de loonlijst. Miss België 1987 mag zelfs mee het openingsgala presenteren. De cursus logopedie volgt later. Hoi, dag Mini, dag Mickey. Blij je te zien. C'était des jeunes filles qui étaient dignes de pouvoir représenter. Enfin, écoutez, un directeur d'une chaîne comme VTM n'allait pas prendre n'importe qui comme Fikrine. Hein, donc, c'est que elles avaient fait un service militaire chez moi. Si vous souriez pas maintenant, demain, pas possible. Pas possible, hein? On recommence. Tout le monde sourit. Très bien. On l'a bien vu dans les médias que c'était fait sérieusement, que c'était bien, que les filles qui parvenaient à être Miss Belgique, c'est presque une médaille. Enfin, c'est quand même, c'est vraiment un couronnement, quoi. De commerciële televisie neemt niet alleen de ex-missen, maar ook de hele finale onder haar hoede. België heeft sinds gisteravond een kersverse miss. In het casino van Spa werd na rijberaad en uitgebreide defilés gekozen uit 20 kandidaten. De verkiezingsshow werd rechtstreeks uitgezonden op de Franstalige zender RTL. En, ook dat is nieuw, de tv-kijkers konden langs de telefoon mee hun stem uitbrengen op de dame van hun keuze. Miss België is dus opnieuw een Vlaamse. Het is nu al van 1983 geleden dat onze Miss nog uit Wallonië kwam. Merci la Belgique pour avoir de la confiance en moi. Mademoiselle, est-ce que le fait d'être mannequin ça vous a aidé ce soir? Non, c'est le fait d'être intelligente, simple, naturelle et sourire surtout. Alors ça, je m'attendre pas. Alors ça c'est une surprise, hein? Je m'attendrais pas, bien que quand j'ai vu que dans les 10 dernières finalistes, j'étais la seule flamande, j'ai dit Ingrid, ça c'est peut-être une chance. Na RTL stapt ook VTM in het circus van de Miss België finale. Om de beurt realiseren Vlamingen en Franstaligen de grote slotuitzending, die nog maar weinig te maken heeft met de oude casino-revue. En vanaf nu zetelt ook u thuis mee in onze jury. 10 candidates entrent donc maintenant en compétition pour le titre. Le vote du jury va compter ce soir pour 50%. Votre vote à vous. En wat gebeurde er intussen aan de Reijerslaan? Ze keken ernaar, vergaten de jaren van meligheid en azijnpisserij en likt een jaar na jaar de kruimels van het bord van Miss België. Nog een dagelijks applaus voor Miss België. Zijn dat de dingen die je ambieert? Dat is dat. Ja, dat weet ik, maar ik ben een beetje stout. Zijn dat de dingen die je ambieert? Anke van der Meers, goedemorgen. Goedemorgen. On applaudit très fort Miss Belgique 1990, Brigitta Kellens. Geef ze een geweldig applaus. Joke van der Velde. Girl, you'll be a woman. We kunnen dus drinken op je titel. Julie Taton. Anne van Elzen. Of je het ernstig moet nemen. Waarom zouden we dat niet ernstig nemen als we al die andere idiote dingen ernstig nemen? Ik zie het verschil niet. Daar even stil, maar vaak met serieuze stemgravingen. Gera. You're gonna break into a permit office? Sweet, can I come? I always have more luck than Donald Duck. Daarnet zag u hoe enkele dolle mina's de Miss België-verkiezing van 1971 boycotten. Volgende week spelen de feministes de hoofdrollen. We vertellen over de kleine oorlog die progressieve vrouwen tussen 1970 en 1980 voerden tegen de discriminatie en voor gelijke rechten. We schetsen de historie van de emancipatiebeweging in Vlaanderen. Die tweede feministische golf in Vlaanderen die is eigenlijk begonnen als
een grap. En dat is ons over het hoofd gegroeid. Het was zeer vlug geen grap meer. De Dolomina's voerden strijd rond belangrijke thema's als werk, opvoeding en het recht op abortus. De mannen werden na verloop van tijd uit die debatten geweerd. Volgende week vertellen we over ludieke acties en harde standpunten. We laten militantes van toen aan het woord in de historie De Vuist van Venus. Heel graag tot volgende week.